Maar dat was natuurlijk niet alles. Want in de samenvatting zag u hoe de aanvoerder van de Arnhemmers, John van der Brom, het veld werd afgestuurd. Wat gebeurde er nou eigenlijk? Het was een, ja, er werd iets geroepen, maar wat er geroepen werd, dat weten wij niet. René Temming, de scheidsrechter, reageerde in ieder geval ferm. Die trok die kaart. Na afloop ging Evert ten Apel naar beiden toe en zei: zouden jullie met z'n tweeën in de reportagewagen bij ons willen komen zitten en dan zeggen wat je ziet aan de hand van de beelden? Duidelijk werd dat Van der Brom het zeker niet met de Leidsman eens was. Ja, hij zegt nu dat ik hem raak, maar ik denk dat het de beelden duidelijk te zien is dat ik hem absoluut niet raak. En nogmaals, wat ik daarna gedaan heb, dat is absoluut niet tegen de scheidsrechter gezegd. Ik heb die speler van Twente, die heb ik uitgescholden. Dat is niet goed, dat praat ik ook helemaal niet goed, maar de scheidsrechter dacht dat tegen hem bedoeld was. En daarom kreeg ik daarna die rode kaart. Bij de gele kaart bleef hij al praten. Toen zei ik, ze loopt nou weg, het heeft geen zin. Vervolgens loopt hij weg, een meter of 6-7. En ben ik aan het schrijven. En ik kijk naar de situatie. En in één keer kijkt hij me aan en zegt hij gewoon termen die absoluut niet op het voetbalveld thuis horen. Kijk, de bewoording van vuile teringhond dat je er bent, vind ik dus absoluut, ook al is het niet gericht dan tegen mij wat hij nu zegt, maar ik ben ervan oordeel dat het wel tegen mij gericht was, vind ik niet thuis horen op de velden. Dus voor mij heel duidelijk, direct rood. Zullen we nog één keer naar de beelden kijken? We draaien de machine nog even terug. Daar komt McKinnon, scheidsrechter Temming. Je kan naar mijn idee heel duidelijk zien dat Van der Brom zich inhoudt. Klopt, hij ziet ook zelf dat hij te laat is, maar daarom hij raakt hem wel. En het is... Wanneer raak ik hem nou? Zeg dan wanneer ik hem daar. Kijk, hier. Hij gaat, man. Hij loopt eerst nog door. Ik heb hem helemaal niet geraakt, man. Nou, oké, dat is een verschil van mening. Dat heeft geen zin om over te discussiëren. Die zijn er wel vaker met jou. In ieder geval, de wedstrijd werd daardoor toch enigszins beïnvloed. Vindt u dat ook of heeft u daar geen boodschap aan? Nou kijk, het is altijd een nadeel als de wedstrijd beïnvloed wordt door een scheidsrechter. Kijk, dit is op zich een gele kaart. En niet meer dan dat. En dan heb je gewoon te maken met de normen en waarden in het leven. En ook dus ook met de normen en waarden die voetballers moeten hanteren. En dat geeft dus geen recht om bepaalde uitlatingen te roepen. Dus niet dit incident is bepalend. Oké, er horen emoties thuis op het voetbalveld. Maar als ik zeg bij de gele kaart van loop nou weg, het heeft geen zin om te praten. Vervolgens loopt hij weg. Heel consequent ben. Kijk, hier is het heel duidelijk te zien op het beeld dat ik op dat moment de laatste man ben. Als je dan fluit, denk ik dat je in mijn mening dat je dan ook een rode kaart moet geven. Omdat hij de laatste is. Ik ben de laatste op dat moment. Vind jij het achteraf stom, John, dat je nog gereageerd hebt? Tuurlijk, dat zeg ik. Daar praat ik absoluut niet over. En dat is ook, of dat praat ik absoluut niet goed. Dat weet ik van mezelf. Maar in voetbal heb je emoties. En dan zeg je wel eens dingen waar je achteraf spijt van hebt. Maar het is absoluut nogmaals niet tegen hem bedoeld geweest. Hoe gaan we nu uit elkaar, meneer Temming en John van der Brom? Wat mij betreft normaal. Ik zou niet weten waarom. Ik heb hem bestraft voor datgene wat hij zei. En dat staat in de regels dat absoluut niet thuis hoort. En meer niet. En je komt elkaar zo vaak tegen. Dus waarom zul je rancune houden? Je moet kunnen vergeven in het leven. En ook vergeten. Dus wat dat betreft is voor mij heel makkelijk. John? Nou, ik hoop dat het de laatste keer is dat hij ons gefloten heeft. Zeg ik eerlijk. Want we hebben wel vaak... misschien ligt het niet aan hem. Misschien ligt het ook aan ons. Maar we hebben wel vaker problemen gehad. Dus dat zegt denk ik genoeg. Goed, de zaak Temming versus Van der Brom. Nou, heren voetballers, gaat uw gang.